Hallo sapperlingetjes van Justice Pragmatics, dus welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Yay, eindelijk weer een video. Ja, ik snap dat jullie dat denken. Ik ben naar de kapper geweest, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Dat werd wel een keer tijd, ik blijf wel even in het licht staan. Ik ga nu boodschappen doen, die op mijn boodschappenbrief hier. En dan ga ik eventjes eten maken alvast voor vanavond. Dat laat ik jullie trouwens al zien, is misschien wel een leuke video. En voor de rest wil ik jullie eigenlijk allemaal gaan vertellen wat er met Justice Pragmatics gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren is vooral dat er iets minder video's gaan komen, omdat ik 40 uur aan het werk ben. Jee. En ja, dat was het eigenlijk. Dus dan maak ik zelf geen video's, dus dat is een beetje een probleem is. Maar er komen dus iets minder video's, iets minder tijd voor. Ik heb wel iets anders leuks, wat jullie nog niet hebben verteld. Dat is dat ik een vervolg op Harry Potter aan het schrijven ben. Oh nice, die zon is precies achter mij. Dat ik een vervolg op Harry Potter aan het maken ben. Dus dat zijn de dingen die ik zeg maar, waar ik nu mee bezig ben. En dan denken jullie misschien, Milan, hoezo heb je daar wel tijd voor? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat kost een heel stuk minder moeite. En ik heb ook best weinig ruimte om dat te doen. Het is niet dat ik nu weer zoveel ruimte heb als in mijn oude huis. Dat ik echt een bureau had waar ik dat makkelijk aan kon doen. En ik wil af en toe afmaken, maar ik vind het niet zo super leuk. Dus daar zit ik ook een beetje mee. Voor de rest, ja, ik ben natuurlijk de hele week aan het werk. Dus heb ik ook heel erg weinig tijd daarvoor. Harry Potter gaat natuurlijk gewoon komen, zoals jullie misschien wel verwacht hadden. Alleen moet dat als ik samen met Justin ben. En ik kan niet zo vaak meer met Justin samen zijn, omdat ik nogmaals aan het werk ben. Ik ga nu lekker eventjes boodschappen doen en dan zie ik jullie zo weer. Yo, bitches. Oké, sorry. Nee. Gewoon yo. Yo. Kijk, ik heb allemaal dingen gehaald. Ik heb tortillas gehaald. Oh, dat is helemaal niet waar. Wraps. Ik heb wraps gehaald om tortillas te maken. Maar ik ga maar geen tortillas maken, maar het kan wel. Ik heb toosjes gehaald. Dat zijn trouwens de twee dingen die jullie mij hebben zien in het winkelmandje zien doen. Dat is niet handig. Bocht, hè? Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, die is niet van mij, dat is niet interessant. Ik heb sla. Ik heb kaas. Wat heb ik nog meer? Even kijken. Ik heb prikkers. Ik heb gerookte kip. Ik heb natuurlijk de allerlekkerste monster die er is. Die ga ik trouwens even neerzetten. Dat is misschien wel zo fijn, zo. En het licht is kut. Nou, het gaat allemaal weer goed. Ik heb kaas. Woe. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog meer gerookte kip. Wat heb ik nog meer? Sorry hoor, dat ik best vaak omwissel van hand. En ik ben heel dicht in beeld. Ik heb nog een monster. Woe. Maar die ga ik nu niet drinken. Voor jullie informatie. Ik weet niet of jullie het leuk vinden dat ik dit vertel. Want het is niet zo heel boeiend. Maar, ik ben op een moment... luisterboek van Harry Potter aan het luisteren. Eerder deze vlog al gemeld van Milan? Nee, jongens en meisjes. Ik ben een vervolg op Harry Potter aan het schrijven in het Engels, dat wel. Hier komt nu een link in beeld. Of zonder geluid, dat kan ook. En hij zal ook binnenkort in de outro gaan verschijnen. Dus dan kunnen jullie hem... Kunnen jullie daar in ieder geval hem opzoeken. Ik zal hem ook in de beschrijving zetten. Bij elke video voortaan. Het zal de link na de... Wat zal, is het? De link na de Twitter pagina's van ons. Wat jullie dan moeten doen is op Wattpad een account aanmaken. Dan Holy Hufflepuff intypen. En dan kom je bij mijn verhaal. Het heet Harry Potter en de Death Hunters. Het is fantastisch. Doe ermee wat je wilt. Oké, het is nu tijd om eten te gaan maken. Ik heb er zin in. Jullie hebben gezien wat ik allemaal heb gekocht. Kijk, hier hebben we tortilla wraps. We hebben hier pizza kaas. We hebben sla. We hebben bochten. We hebben lekker gerookte kip en nog meer gerookte kip. En ik ga maar eens beginnen met maken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Ik ga even opstaan en dan gaan we beginnen. We beginnen natuurlijk met het knippen
van deze zak met wraps. En dan leggen we een hele mooie wrap neer. Zo. Nou kijk, hier hebben jullie een hele mooie wrap. Dan gaan we beginnen met erin smeren met boegta. Zo. Ik had natuurlijk niet bij nagedacht, wat ik nu pas bedenk, dat het verstandig had geweest om hem eventjes uit de koelkast te halen. Maar ja, we doen het maar even zo. Dit verpest echt gewoon alles. Ik had hem even uit de koelkast moeten laten, want dan is hij veel smeerbaarder. Dat is trouwens iets wat jullie misschien kunnen gebruiken voor als jullie een keer kruidenboter of paturijn of boursin gaan gebruiken. Mocht je het smeerbaar willen hebben, maak hem dan, of gebruik het dan als het uit de koelkast is geweest. Dus doe een uurtje of anderhalf uur voordat je het gaat gebruiken. Haal je het uit de koelkast. En dan kan het een beetje zacht worden en is het veel smeerbaarder. En dan wordt het ook een stuk mooier als dat het nu is bij mij. Zo. Zal het genoeg zijn? Ik doe nog ietsje meer. Zo. Zo, nou dat heb ik gedaan. Pakken we de slang. Die moeten we natuurlijk niet voor in het beeld leggen. Zo. En moet natuurlijk. Ik ben komkommer vergeten, by the way. Die zou ik er ook nog op doen. Was mijn planning. Maar dat was ik vergeten. Kom ik net achter van hé, ik mis komkommer. Maar ja, boeien. En dan komt de kaas waar ik de schaar gelegd hier. Ik lijk wel zo'n Rudolf van Veen, hè? Alleen een stuk amateuristischer. Doe de kaas erop. Mag best wel veel van mezelf zijn. Vind ik altijd lekker kaas. Zo. Pakken we de kip. Pakken we wat van de kip. Niet in beeld natuurlijk. Zo. Dat is het verstandigst. Zo. Ik denk achteraf trouwens dat één zo'n bakje kip misschien wel genoeg is, zou zijn. Zo, dan is dit eigenlijk wat ik erop wou doen. Dan gaan we hem nog proberen op te rollen. Want ik wil hem echt dat het zo'n rol wordt. Zo'n hele mooie. Dat is nog best goed gelukt. Zo, moet het er niet allemaal uitvallen natuurlijk. Misschien al een beetje zagen liggen van deze prikkers. Die moet ik alleen eventjes op een andere manier, oh fuck, gaan gebruiken. Ik denk dat als ik er twee gebruik, dat die dan goed genoeg blijft. Alles moet er natuurlijk ook een beetje in blijven. Zo. Tada! En dan ga ik er nog meer van deze maken. Dan ga ik niet de hele tijd benoemen wat ik doe. Zo. Wat ik nog wil is, zo, zal ik hem nog een keer door het midden? Nee, ik laat ze mooi gewoon zo. En dat doe ik ze mooi op een bord. Zo. Hier is een balletje af. Ik wil wel met een balletje erop. Het balletje wil niet, dat is zonde. Dat is één. Dan gaan we de volgende maken.
het er als het goed is zo uit. Tada! Eventueel kan je het in de magnetron doen om het warm te laten worden. Dat moet ik nog even bedenken of ik dat ga doen. En als je dat doet, kan je er wat kaas overheen sprinkelen. Maar voor de rest denk ik dat die zo supergoed is geworden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze vlog. Vonden jullie nou een leuke vlog? Doe allemaal een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Of bij een andere video. En vergeet niet mijn Harry Potter verhaal uit te checken op Wattpad. De link staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Adios amigos.